Het wordt tijd dat het eens gezag wordt. Gissen met de politieke, ja. Lekker ga je in de ballenbak. Gissen met de politieke, ja. Lekker worden van de harde. Wat is dan het antwoord, soort gevrouw? Ik zal geen ja of nee zeggen. De eerste stelling. Op straathandel tegen te gaan, moeten buitenlanders ook wiet kunnen kopen in de coffeeshop in Sittard-Geleen. Nou, de PVV is er heel duidelijk in. Wij staan voor handhaving. En voor een behoorlijke, keiharde aanpak van drugsgerelateerde overlast. De oplossing zit hem niet in mensen meer te laten kopen. De oplossing zit hem om de regels die je hebt, om die daadwerkelijk te gaan handhaven. Dus wat ons betreft is deze stelling oneens. Helemaal oneens. En gaan wij gewoon keihard handhaven op straathandel en op criminaliteit die drugsgerelateerd is. De 400 meter schaatsbaan bij Glanerbroek moet blijven. Ook als dat de gemeente geld kost. Ja, natuurlijk moet die blijven. Die 400 meter schaatsbaan, die ook dubbelt als wielerbaan, is een toegevoegde waarde voor het accommodatiebeleid in onze gemeente. En als wij van mening zijn dat je mensen meer moet laten sporten, dat mensen sociaal dan meer actief zijn, dat ze meer toegang moeten hebben tot sportverenigingen en accommodaties, moet je ze vooral niet sluiten, moet je ze openhouden. De PVV staat voor het openhouden van de schaatsbaan, de wielerbaan, maar ook voor de zwembaden, alle drie. En dat heeft te maken met het feit dat wij willen dat onze burgers, onze inwoners, ook daadwerkelijk deel kunnen nemen aan activiteiten bij verenigingen. De gemeente moet meebetalen aan gezond eten op middelbare scholen. Nou, dat is een hele eenvoudige. De gemeente heeft geen enkele zeggenschap over middelbare scholen. Wel over basisscholen. En je kunt gedrag wel corrigeren op een middelbare school, maar dat werkt moeilijker. Het is veel belangrijker om met die gemeente op die basisschool, waar die basiswaarden gecreëerd worden, waar waarden en normen worden verankerd in de jongeren, in de kinderen en in de toekomst, om daarin te zetten. Dus wij vinden dat je meer moet inzetten op die basisscholen. En dat doen we door bijvoorbeeld de streektaal terug te brengen, meer aandacht voor gezondheid, maar ook bijvoorbeeld door schoolzwemmen in te zetten, in plaats van te investeren op de momenten dat het al te laat is. Want dit is een verantwoordelijkheid van de adolescenten waar je het dan over hebt en de ouders zelf.